Het was een speeltuin en we dachten we moeten een plek hebben voor jong en oud. Geleden ben ik begonnen om dit neer te zetten en nou na 4 jaar is het realiteit. Jij bent even de initiatiefnemer. Ik ben degene die het bedacht heeft. Ja, het is een meergeneratieplein. Zelf werk ik van GGZ in de wijk en ik ben betrokken omdat ik gevraagd was om met een groep mensen te koken voor hier. En we hebben de hele dag gekookt, allemaal lekkere hapjes, orzo salade en prikkers met mozzarella, tomaat, nou, meloen, ham. Het water in de mond, maar daar heb je nog wat over. Dan heb je nog niks gehad. Ik had begrepen dat vandaag de kringloopwinkel geopend werd. Ja, we zijn er allemaal heel blij mee. Heel veel belangstelling, mooie dag. Ja. Dus nou, we zijn nu een plek hier aan het maken voor jong en oud. Dus niet alleen maar voor de kinderen, maar ook voor iedereen die hier woont. Ja. En niet met een vast programma, maar iedereen kan hier gewoon zelf gebruik maken van de ruimte. We zijn van 10 tot 5 open. Lekker naar de kringloop komen. Lekker voor de kinderen spelen. Koffie, thee, kletspraatje, alles kan. Wat heeft de GGZ hiermee te maken? Ja, het project GGZ in de wijk is een project vanuit de gemeente. En het is een verbindend project. Dus overal waar we kunnen verbinden met mensen met verschillend gedrag proberen we verbindend te zijn. En ja, als je elkaar kent en als je met elkaar gewoon omgaat, dan gaat alles goed. En als het een keertje schuurt, dan kunnen we erover praten. Trek jij nou ook de wijk en dat je op de fiets ook? Ja, vanuit dat project GGZ in de wijk kom ik vooral bij andere organisaties. Bij welzijn, bij sportscholen, bij kerken, bij buurtkamers. Aan de ene kant help ik mensen die ik ken vanuit de GGZ om genoeg vertrouwen te hebben om binnen te stappen, om zich ergens te melden. En de andere kant is dat waar het soms wat schuurt, dan kom ik om even mee te denken hoe zou je daar kunnen mee omgaan. Of hoe kan je dat, meestal is het dat je dat vriendelijk begrenst. Spulletjes kopen. Ja. En kunnen ze ook spulletjes brengen? Of, ja, ze kunnen alles. Of alles. Ze kunnen spullen inbrengen, behalve geen volwassen kleding en geen boeken. Dus wel kinderkleding, snuisterijen, glaswerk, alles. Maar geen grote meubels en dat soort dingen. Nee, niet zoals bij andere kringen. Daar doen we niet aan. Dus het is eigenlijk kringloop, maar het heeft ook een sociale functie. De kringloop is eigenlijk om ervoor te zorgen dat er meer mensen dan alleen maar de ouders en de kinderen, maar dat ook de ouderen naar de speeltuin komen en het meer zien als nu het meergeneratieplein. Dus het plein voor iedereen, jong en oud.